mooi slot eromheen. Zit met een ringetje vast, kijk dit. Oh ja, beste man. Ja man. Een rondgetal in liters of een rondgetal in bedrag? Ik zei het nog. Ah, zo, een hele goede dag dames en heren. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Mike en ik sta hier met Vince in onze achtertuin. Hij is zijn scooter aan het warm draaien. Want hij heeft een andere CDI erin gezet, het moment dat hij hem binnenkreeg. Dit is zijn originele CDI. En hij heeft nou een andere CDI. Maar het kan dus zijn dat hij daardoor iets slechter optrekt. Wat we dus nu gaan doen, is kijken wat het verschil is met de nieuwe CDI of het oude CDI. Tenminste, dus dat is wat je wil gaan proberen, toch? Ja. Kijken wat het verschil is met die twee. Ik merkte zeg maar met de nieuwe CDI die ik erin heb, dat de optrek en de topspeed lager is. Ja? Ja, want de topspeed nu ligt tussen de 70, 75 soms. Ja. Ligt eraan hoe lang de weg is. En met de oude ging die tegen de 80 aan. Ja, gewoon, ik weet niet of... sneller naar de 50 en dan van de 50 heel goed door naar de 70. En dan ging die vanaf 70 ging die rustig door naar 80. Ja, en ik weet niet of het echt heel veel uitmaakt als je een andere CDI haalt. Hoe erg dat de performance omhoog of omlaag kan brengen van je scooter. Of dat je hem opnieuw moet afstellen op een nieuwe CDI. Maar we gaan dus nu kijken wat het verschil is met de twee tijdens het rijden, zeg maar. En dat is dan van Vince's scooter. En we hebben hier ook de prachtige Fristie Zip natuurlijk staan. Nou hoorde ik laatst van een vriend van mij... dat met de twee uitlaten, ik heb natuurlijk de Yasuni terugloopuitlaat en een Cito Plus uitlaat, dat eigenlijk de Cito Plus voor een betere optrek zorgt en de terugloop eigenlijk voor een hogere top. Nou boeit mij top niks en wil ik natuurlijk zoveel mogelijk koppel en power hebben. Dus in principe zou ik met de Cito Plus meer koppel moeten hebben. Dus dat wil ik dus vandaag gaan uittesten met jullie. Hoe erg het verschil is met een terugloop, een Yasuni Air terugloop, in vergelijking met een Cito Plus. Dus wat we gaan doen is ik ga de zip warm laten draaien. Dan gaan we kijken naar hoe snel die van 0 naar 50 gaat met een terugloop en hoe snel die van 0 naar 50 gaat met de Cito Plus. Ik weet ook dat mijn terugloop een beetje verwaarloosd is, maar dat komt ook omdat als je hebt gereden eigenlijk het beste is om heel je schone uitlaat schoon te maken. Maar ja, niet altijd kom je overal even goed bij en weet ik het en niet na elke rit doe je het. Soms is het koud, soms heb je haast en dan vergeet je het. Deze terugloop is wel een beetje verwaarloosd. Nou valt het volgens mij nog wel te schuren en te spuiten en weet ik het. Daar heb ik gewoon nou even geen zin in. Denk de volgende keer ook niet. En wat we dus gaan doen is nu met de terugloop. Ik ga de scooter warm draaien. Gaan we even kijken hoe snel de acceleratie is. En daarna ga ik de Cito Plus erop zetten. En dan gaan we daarvan het verschil kijken. Mijn achterband kwam van de grond. Zo, dames en heren, het wordt wel fris hoor, godver. Nou ja, de top is 73. Je top is nu 73. Gooi eens die GoPro naar mij over. Dan kan ik even de optrek laten zien. Oké. Kijk, hier voel ik de dip. Maar hij trekt wel netjes door. Alleen hij trekt langzaam door. Er staat wel heel veel wind, moet ik zeggen. En met wind tegen denk ik dat de top rond de 65 ligt. Zoals jullie zien blijft hij hangen op 65. Oké. Deze guy, ja. Oké, ik ga hem nog één keer laten zien. Ik denk het beste met wind mee, want ik heb wind tegen, dan gaat hij 65. Nu gaat hij door naar de 70. En dan gaat er zelfs een stukje overheen, heel klein beetje maar. Dat is dus wat ik jullie wilde laten zien. Nou, nu gaan we mijn acceleratie maar eens even testen en meten. Wat hij doet met de terugloop. En dan gooien we straks even een Cito onder en dan gaan we het daar eens even testen. Nou, ik denk dat dit wel een recht stukje is. Ik ga maar tot de 50. Wow, kut man. Oké, ik moet echt even
Ik denk dat dat wel een goede acceleratie naar de 50 is. Gaan we even voor de zekerheid, even nog één keer. Dit was een slechtere. En dat komt omdat hij gewoon gelijk aan het begin gewoon wheelie wil doen. Gewoon niet normaal, joh. Maar ja, ik denk dat het ongeveer 4 seconden, 5 seconden duurt of zo voordat ik op de 50 zit. Dan doen we gewoon 3 testruns en dan pakken we daar gemiddeld uit. Zo dan. Oké, dames en heren, laten we even de Cito Plus erop zetten. Oh, verdomme, zo koud. Gelijk loopneus, dan voel je wel weer dat de winter aan zit te komen. Maar we laten nu even de scooter afkoelen, want hij is natuurlijk super heet en we gaan nu de uitlaat vervangen. Dus we moeten hem wel even afkoelen. Oh, maar in de tussentijd kan ik jullie wel even wat laten zien. Ik heb namelijk nieuwe kappen binnengekregen. En dan denk je, wat voor nieuwe kappen? Maar er hadden natuurlijk nog een paar mensen onder mijn video gereageerd over de 180cc kappenspuiten. Van waar is jouw stuurkap? Nou, er is een reden waarom ik die niet heb meegepakt. En dat is omdat ik hem niet wou spuiten. Ik heb namelijk hier ook in deze prachtige doos alles gloedje nieuw binnen. En ik heb dit gedaan omdat ik het gewoon dik vond. Kijk, weet je, smaken verschillen. Niet iedereen zal dit even mooi vinden. Maar ja, het is mijn scooter. Het gaat erom dat ik het mooi vind. Dus ik heb hier prachtig gloednieuwe kappen. En die ga ik even samen met jullie uitpakken. En de reden dat ik dus geen stuurkap heb gespoten is omdat ik een nieuwe wil halen en deze is namelijk full carbon. Kijk even hoe dik dit eruit ziet, zeg. Ja man, geweven carbon blijft echt heel clean hoor wel. Ja man, en waarom heb ik nou per se voor carbon gekozen? Want een ander zou ook wel zeggen, je had ook gewoon Hoogland zwart kunnen nemen of Forge carbon. Eén, ik heet geen Monster Tube die ontzettend rijk is om dat allemaal te kunnen kopen. Ik ben zo scare als fuck, dus dat gaan we niet doen, Forge Carbon. Ik heb voor carbon gekozen, omdat mijn teller, die plaat, die is ook van carbon. Ja, dus ik dacht, laat ik anders die hele complete stuur van carbon maken. Ja, het is letterlijk eigenlijk elke kap van de stuur. Want ik heb hier ook namelijk de binnenkap. Zo. Die is wel gek, toch? Ja, die is heel clean. Zet ze eens tegen elkaar. Kijk, dan krijg je dus eigenlijk gewoon een full carbon stuurkap. Zowel achter als voor. Dan hebben we natuurlijk een hele mooie teller hier in het midden zitten. Met nieuw glas. Carbon plaat erop. En dan missen we, als het goed is, nog één kapje. En laat ik die nou ook gewoon lekker van carbon hebben besteld. Nee joh. Ja. En dat is het kapje die daar nog bovenop hoort. Dus legit, ja, ik dacht, ik kan niet deze carbon, de plaat carbon en dan dit kapje zwart hebben of zo. Nee, ik dacht, dat kan ik niet. Dus dan, ja, dan bij deze komt er dan nog eens op. En dan is die legit gewoon full carbon, het stuur. En daarom heb ik hem dus niet oranje gespoten. Heel ziek. Ik dacht, weet je, dit vind ik ook gewoon leuk. Ik heb nog nooit iets van carbon gehaald. Heel misschien. Ga ik de rest van de binnenkappen ook nog carbon halen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Oh, ja, dit is wel echt heel clean hoor. Ja toch. Dus dit is ook voor het 180cc per jaar. En ik kan niet wachten tot ik deze met die oranje kappen ga installeren. Ik dacht, ik laat jullie even zien dat ik legit nog steeds op de dag van vandaag bezig ben met het 180cc project. Dingen voorbereiden, weet ik het. Nicky heeft het zo ontzettend druk. Ik heb hem al een paar berichten gestuurd. Deze man die is nog niet online geweest. Die is...
Ik denk sowieso dat deze man echt maar 3-4 uur slaap per dag heeft of zo. Dat is echt ongelooflijk. Maar hij heeft het zo druk dat we moeten nog gewoon even een datumpje prikken. En helaas vraag ik gewoon iets meer van jullie geduld. Zo, dames en heren, de Cito die zit eronder en ik vind dit nog steeds het mooiste qua uiterlijk voor mijn zip. Dit past gewoon zo goed bij de kappen en daardoor lijkt hij gewoon zo mooi origineel. Ik heb nou net de uitlaat daarop gehangen. Je ziet hem nog lekker bengelen. Ik weet dat hij niet heel goed is. Ik heb hem inderdaad niet heel goed onderhouden. Zo. Dus we gaan nu rijden. Ik ben benieuwd wat dit heeft gedaan met de optrek. We gaan straks ook de twee video's gaan we even naast elkaar zetten om te kijken hoe groot het verschil is met de optrek. Dus we gaan weer lekker warm laten lopen. Dan ga ik de GoPro pakken. Dan zie ik jullie zo. We gaan dus nu eens kijken wat de acceleratie doet, hoe snel die van 0 naar 50 gaat. Oké, en besef dames en heren, ik heb de uitlaat omgewisseld, maar hij is verder niet afgesteld. Normaal moet je natuurlijk je scooter een beetje afstellen als je van uitlaat gaat verwisselen. Maar hij rijdt er prima op en we gaan gewoon eens kijken wat het doet. Oké, naar mijn idee denk ik dat dit wel een stuk langzamer is. Het kan aan de afstelling te maken hebben. Het kan zijn dat de terugloop, dat hij daarop beter is afgesteld. Maar goed, laten we het nog een keer testen. Woe! Nou, ik ben benieuwd. What the fuck? Ik dacht echt dat het misschien een gestolen scooter was. Maar hij staat gewoon op slot. Om een paal die je er gewoon af kan schuiven. Dat is echt het slimste wat ik ooit gezien heb vandaag. Boy, yo. Waarom vinden wij altijd van die gare scooters? Wat is dit? Is dit nog olie? Dit is gewoon tweetakt olie. Dit is een tweetakt. Dit is een... Is het? Peugeot. Hier hebben we een tankdop. Hebben we ergens anders nog een tankdop? Nee, volgens mij is dit gewoon een viertakt. Dan weet ik het niet eens zeker, maar wat ziet dat ding eruit, zeg. Hey. Kaakje poepje, dit is al de zoveelste scooter die we zo vinden. Mooi slot eromheen. Zit met een ringetje vast, kijk dit. Oh ja, beste man. Ja man. Ziek! Oké, wacht. Doen we een rondgetal in liters of een rondgetal in bedrag? Bedrag denk ik, of niet? Misschien kan beide. Ja! Ja! Ik zei het nog! Ah, ja hoor, ik zei het nog. Het kan alle twee. Okay, laat even van dichtbij zien dan. Oké. Hij zei het nog, hè? Gaan we voor een rond bedrag of ronde liters? Ik zeg beide, deze man doet het gewoon. Dit kan niet anders. Kijk je als je gewoon een elektrische start hebt? Ik kijk altijd. Oké, fair enough. Yeah.
Zo, we zijn weer terug van weer een ritje. Ik heb het natuurlijk nog niet bekeken op de laptop naar de beelden. Maar ik denk dat de scooter beter is afgesteld op de terugloop als op de Cito. Maar ik heb wel het idee dat ik iets meer koppel heb met de Cito. Dus dat die onderin, laagtoerig, een veel betere prestatie geeft als op hoogtoerig je top, zeg maar. Terugloop heb je een hogere top. Met Cito volgens mij een iets betere optrek. We gaan de video's naast elkaar vergelijken. Ik denk de setup die nu op mijn scooter zit, dat die beter reageert op een Yasuni terugloop als op een Cito. Maar dat weten jullie nu beter, aangezien jullie de video al hebben gezien. En weten wat sneller is. We hebben alleen van Vince niet zijn CDI er opnieuw ingezet. Hij zegt, ja, ik heb er eigenlijk nu even geen zin in. Wil ik een andere keer testen. Alleen, eerst was zijn top. Maar eerst was de top rond de 80 ongeveer. En nou met een andere CDI is die rond de 70. Dus kan het zijn dat je, als je een nieuwe CDI hebt, bijvoorbeeld een onbegrensde of juist een begrensde of één op afstand bediening, dat je dan je 80 opnieuw moet afstellen of zo. Dat vraag ik me af, zeg maar. Want we hebben nou een andere CDI en het lijkt wel alsof die, ja, de top niet echt heel veel hoger is. Ook wil ik ook nog zeggen, want ik heb comments gelezen dat Vincent Vespa niet zo heel lekker loopt. Ik weet niet of jullie dan echt het blok bedoelen of dat je trillingen hoort. Alle trillingen die je hoort is niet van zijn blok, dat komt van zijn scooter zelf. Laatst heeft hij er nou tijrips omheen gezet. Maar dit rekje dat klapperde, hier heeft hij tijrips omheen gezet. Want deze heeft ooit een keer, denk door de vorige eigenaar, heeft hij een keer een botsing gehad of een deuk. Maar deze die klappert in ieder geval ook tegen zijn klappen aan. Aan de andere kant is dat niet. De voorbeugels die hebben dat niet. Die zijn gewoon helemaal goed gelijk en recht. Komt omdat ik die voor hem erop opgezet. Dus ja, ik weet niet of jullie nou echt bedoelen of zijn blok echt gaar is. Dat hij niet goed loopt. Want naar mij weten, klinkt echt gewoon goed. Je hoort voor de rest geen trillingen. Ja, en alles wat je hoort trillen is gewoon het chassis, het frame zelf, zeg maar. Dus ja, we weten nu het verschil tussen een Cito en een Yasuni. Nou moet ik er ook bij zeggen, het ligt heel erg aan jouw afstelling van je scooter. Het kan zelfs zijn dat als jij een andere uitlaat erop gooit, dat die zelfs beter rijdt vanwege je afstelling. Maar normaal, als je een andere uitlaat op je zip gooit, bijvoorbeeld een terugloop of een Cito, dan zou je hem in principe even opnieuw moeten afstellen. En daarop kan je betere performance krijgen. Dus ja, daar zijn we nu achter gekomen. Of mijn zip op de Cito beter rijdt of op de Yasuni. Dit geldt niet voor alle zips. Het kan zijn dat jouw zip het precies andersom doet of weet ik voor wat. Dus ga er niet van uit. We hebben natuurlijk even de doos met de carbondelen bekeken. Ik heb ontzettend veel zin om alles erop te gooien. En kan er gewoon echt niet op wachten. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Het is weer een scooter video speciaal voor jullie. Dus vergeet zeker niet even op die like button te klikken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie graag volgende week weer bij een nieuwe video. Take it easy en tot de volgende keer. Doei doei!